En hallo mensen van MixGamersD, welkom bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 4 Black Flag. Mijn naam is Niels en ik ga vandaag, woosh, weer verder met Assassin's Creed 4 Black Flag. En als jij deze video kijkt ben je super awesome, want ik heb hier een bom van verhalen jongens, dat wil je toch niet weten. Dus blijf vooral even kijken. Maar voordat ik even van mijn super geweldige heldendaden ga vertellen wat ik heb beleefd en zo. Woe, Niels, wat een geweldig leven heb je, heb ik per ongeluk dit geactiveerd. Ik was gewoon eventjes bezig met een beetje sidequests en zo. En toen kwam ik hierbij. En deze beste travestiet, of trage tiet, zoals ik hem noem. Nee, deze trage tiet hier zo, die loopt alsnog weer traag. Dus kapitein Kut, die loopt alweer kut. Of kut, die loopt gewoon traag. Maar die had iets over een speciaal uniform of zo. Ik dacht, oh kut, afsluiten, dat moet in de video. Dus we gaan eventjes bekijken wat dit kring met de zeuren heeft. Ja, ik vind jouw verhaal heel mooi, maar ik wil eventjes kijken. Ah, het is hier al een stuk rustiger. Religies en talen zorgen voor scheiding, maar iets in de sleutelmanus kreeg overstijgt alle grenzen. Liefde. Oh ja, ze gaan vertellen wat de Assassins inhoudt. Voor de mensen die nog niet helemaal duidelijk waren wat de Assassins waren, maar... hij wordt nu een beetje uitgelegd door die beste mevrouw man, wat het fuck het ook is. Ik weet ook niet wat ik aan het doen ben, jongens. Take that stone you discovered from the Mayan stella. In plaats van daar, oké. Wat jij doet. Klop. Hij doet het. Woehoe. En nu? Couple dozen more and you're in. What will this effort gain me? Respect for a start. From the men and women you put in danger here. Oké, dat vind ik mooi. And if that ain't enough. There's a treasure behind that door. Ja, dat vind ik mooi. Something many centuries old. Dat vind ik mooi. I reckon if you made the effort to find every last one of those, it'd be worth your while. Dat vind ik mooi. So are you sailing back to Nassau? When I have another contract there, right? This is my home for now. Nou, dat is wel leuk, hè? Dat was leuk, dat moest in de video, ja. Ik dacht, nu komt echt iets heel spectaculairs. Ik heb hem ook niet helemaal afgekeken. Ik dacht, oh ja, nu komt er iets super spectaculairs. En, oh, hartstikke al leuk, jongens. En dan kom je daar en dan is het... Oh, dat was een tegenvalletje. Kan ik ietsjes fast travelen naar waar wij heen moeten? We moeten hierheen. Ik kan... Oh mijn god. Fap. Ik kan er gewoon heen. Ik ben zo blij dat ik hier mag komen wonen. Dat is trouwens van, hoe heet die? Een of andere Ali Bali, ik weet niet hoe die heet. Sorry jongens. Het was tenminste een liedje. En ik weet nu eventjes niet meer hoe die heet. En als jullie die weten, zet het even in de comments, want ik weet het zelf ook namelijk niet meer. Maar goed, ik ga mijn geweldige helden daar vertellen wat. Hoe super Niels, hè? Je weet wel. Oké, ik ga naar Nassau. Pak die S en gooi hem maar op mijn borst. Niet alleen op mijn borst, ook bij met wie ik mee fietsen naar huis heen. Want wij hebben een beste man gered. Die was naar beneden gefietst, per ongeluk. En is... Oh, wacht, laat maar. This is the new Libertalia, eh? Spoiler alert. Nee, wacht, laat maar. Stinks the same as every other squad I've robbed this past year. Ik ga zo wel verder. Oi, oi. Why the long face? You falling in love? With your blouse. You're welcome to Nassau, gents. Everyone is that does their fair share. Fair share? What is this, a fucking monastery? We was led to believe that Nassau was a place where men did as they pleased. Safekeeping others from doing the same. Aye, it's Blackbeard. Guts and thatch. Yeah, Blackbeard. What is this magnificent muzzle you've cultivated, eh? Why fly a black flag when a black beard will do? What brings you two gents this far north? Word is, Cuban governor himself is fixing to receive a mess of gold from a nearby fort. Until then, it's just sitting there, itching to be took. Governor Torres himself, eh? Sounds promising. Welcome to Nassau, Captain Vane. Mr. Rackham. Where can a man find a bit of rough? Do you know what I mean? Oké. Wat ik dus wilde vertellen, wij fietsten daar naar huis heen.
En toen kwamen we langs een watermolen en daar iets verder zat zo'n klein beekje, zeg maar. En daar zat een soort hek langs. Ik denk dat ik het beste te hekken aan noem, ja. Om als je daar is, nou, bijvoorbeeld, net zoals die man dus deed, naar beneden fietste, dat je daar nog tegenaan zou komen. Nou, die beste man is dus daar naar beneden gefietst. En hij is vrijwel door iedereen genegeerd. Want hij lag daar dus, met zijn fiets over zich heen. En die beste man die kon niet opstaan. Maar hij maakte ook niet genoeg geluid zodat mensen hem echt konden horen. Maar toen zei die kerel waar ik mee fietste, die zei, hé, wacht eens Niels. Dus ik wacht er eens, wij gaan erheen. Ligt daar dus een man, daar tegen dat hek aan, is van zo'n hekkeling afgefietst. En met allemaal bloed in de mond en zo. En het leek net alsof hij daar gewoon dood ging, zeg maar. Dus dat was een beetje hoe het op het eerste gezicht leek. Dat was uiteindelijk niet zo. Die man die was gewoon omgevallen en die had is met zijn hoofd tegen het hek aangekomen. En ik heb echt geen idee wat ik nu allemaal aan het doen ben, jongens. Sorry, ik zal eventjes naar het punt lopen. En die man is daar tegen dat hek aangekomen en is toen, ja, heeft hij waarschijnlijk een paar tanden eruit nu. Oh, wat een kut verhaal. oeps. Nee, maar die man is dus naar beneden gevallen. Tegen dat hek aangekomen, waarschijnlijk met zijn hoofd, denk ik. Ik moet echt hierin. Nou, is toen met zijn hoofd tegen het hek aangekomen, is dus ook met alles gevallen tegen dat hek aan. Maar echt net niet in de beek. Dus met een beetje pech kon hij zo in de beek vallen. Maar goed, waar gaat het nou om? Die man die lag daar zo. En wij fietsen er langs en we konden al niet echt goed zien wat er met die man was. Het kon voor hetzelfde geld gewoon een zwerver zijn, want hij had een fiets over zich heen liggen. Dus wij zijn erheen gegaan naar die man. En hij zei iets, help. Hij brabbelde iets, help, help, help. Nou goed, hebben wij hulp gehaald. En dan staat dichtbij een restaurant. Dus die mensen die zijn gekomen. En ik ben bij die man geweest, heb ik die fiets van hem afgehaald. En hij zat eerst al zo van, hij zat iets te brabbelen. Maar ik kon echt bij God niet bedenken wat hij zat te brabbelen. Want dat is heel vervelend eraan. Ik moet heel even kijken. Want ik moet daarheen. Kan ik erheen snel reizen? Ja, oké, cool. Dus, die man, die lag daar. Ik heb die fiets van hem afgehaald. Ik heb iets met een zakdoek, iets bloed van zijn hoofd afgehaald. Want hij was echt flink aan het bloeden. Zowel van, uit zijn mond als uit zijn oor. Ja, klinkt misschien raar, maar het is wel zo. En die jongen die heeft mee fietsen, die heeft de hulp gehaald. Heb ik de ambulance gebeld. En die man is gewoon op de brancard gezet. En die is nu naar het ziekenhuis. Die ligt er waarschijnlijk nog steeds, want het was niet zo best. Ik weet ook niet wat daar ginds is, maar dan ga ik even negeren. Maar het zag er niet best uit. Maar het was al sowieso die beste man. Die had zijn arm al sowieso gebroken. En hij bloedde uit zijn mond. Dus hij zou al haar tanden kwijt zijn geraakt. En zijn oor was flink aan het bloeden. Maar het was een heel raar gezicht om dat zo te zien. En ondertussen waren we echt alweer een uur verder. Want wat ik wel een beetje raar vond, de ambulance die krijgt te horen van, weet je, het is niet zo'n groot probleem wat er is. Die man is alleen gevallen. Dus er is geen man overboord. Ah, grapje, leuk. Nee, dat was echt een poepgrapje, om het zo maar eens te zeggen. Toch wel een poepgrapje. En dus wat doet die ambulance? Die doet er gewoon niet zo snel over. En wat bedoel ik met niet zo snel? Binnen een half uur was die er pas. 30 minuten praten we nu over. Ik vind het over het algemeen best wel snel. Want stel die man die... Hij was wel bij zinnen en zo. Maar stel hij zou doodbloeden of weet ik veel wat. Dan was hij gewoon letterlijk doodgebloed. Want omdat ik dan zou zeggen van er is niks aan de hand. Niet dat het nu het geval was. Maar stel ik zou zeggen en ik zou bellen van... Hij is gewoon gevallen, hij leeft nog, weet je wel. En that's it. Maar er gebeurt dan iets totaal anders. Dan ligt dan de schuld bij mij. Dan zit ik daarover na te denken. Ligt dan de schuld bij mij of juist bij de ambulance? Want de ambulance is er binnen een half uur. En ik heb gezegd dat ze niet zoveel haast hoefde te maken. Maar het kwam wel zo over bij die lui. Dus dan vraag ik me af, heb ik dan schuld? Of juist de ambulance in dat geval? En dat was iets over waar ik over aan het nadenken was. En dat zijn die rare filosoferende dingen van mij wat ik dagelijks heb. Maar hoe was jullie dag? Ik ga jullie nu niet weer laten praten. Als jullie willen vertellen hoe jullie dag was, zet het gerust in de beschrijving. Heb jij bijvoorbeeld ook zo'n S op je borst gehad? En dat je een, weet ik veel, een man uit water hebt gevist? Weet je, vertel het me. Vind ik cool. Zet maar gewoon wat in de comments. Ook al zet je gewoon wat in de comments. Zet je wel gewoon zo WAT wat. Dat vind ik ook al tof. Want ik vind het ook al tof dat je zo ver hebt gekeken. Ik bedoel, 10 minuten, halleluja.
10 minuten lang naar mij gezeik luisteren. En eerst had ik echt een verschrikkelijk kut verhaal. Eerlijk gezegd, ik heb het heel kut opgebouwd. Maar het is al wel beter geworden. En dat scheelt. Maar ik ben heel erg benieuwd wat we nu met deze missie moeten doen. Ik weet er namelijk helemaal niks van. Het is de Forten. Maar ik kon al veel snel op missie starten drukken. Lol, daar heb je de Jacto. What will you do with your share of the gold we take from Governor Torres? Return to Africa, prince among men. I cannot return to a place I've never been. I was born in Trinidad, a slave from my first breath. Ah. But wouldn't you feel, I don't know? Welcome, oh, wegwijs, Piet. Kom nou. Pupkutter. Fair point. With this skin and this voice, where can I go in the world and feel at ease? This country here is my best chance. It's a country called Jackdaw, where I know the names of all citizens and they know mine, and we work together. Not always out of love, but to keep our country afloat. I understand you. Let's take her then. For the citizens of Jackdaw! Hey! Okay, ik moet daar vast waarschijnlijk. Oh nee! Hier heb ik slechte ervaring mee. Maar Niels, waarom heb je hier zo'n slechte ervaring mee? Want je speelt dit spel toch voor het eerst? Nou, beste kijker. Ik heb dit al eens een keer onscreen gedaan. Dus toen was ik aan het opnemen. Ik dacht, oh leuk, gaan we eventjes snel een foto overnemen. De video is uiteindelijk 9 minuten geworden. Toen heb ik gezegd, ik kap ermee. Want kijk, dit is de reden, jongens. Dit fort neem je zo erg in de poepert. Echt letterlijk in de poepert. Het fort is echt verschrikkelijk. Kijk dan, ik zuig er ook zo verschrikkelijk in. Kill me. Oké, eens duiken. Wat het punt nou is bij deze forten. Die mortieren. Die zijn zo verschrikkelijk vervelend. Ik overdrijf nog niet eens, jongens. Kijk dan, jongens, nee! Leuke! Dit is echt ver... Oh, kut, nu is dat nog wel schip. Oh jee, oh, wat doe ik? Nee. Snel eruit. Oké, okay, go. En schiet de Niels. She's nyong skit. Ik kijk, wat? Op zich is dit fort nou niet zo heel moeilijk, zie ik. Je moet gewoon heel wat kogels er even inpompen en dan een beetje dekking gaan zoeken en weer omvaren. Dat is denk ik de beste tactiek hiervoor. Maar ik had de vorige keer dus dat het echt totaal fout ging. Waarom ging het dan totaal fout, Niels? Nou, ten eerste, deze mortieren hadden enorm veel levenspunten. En wat bedoel je dan met levenspunten? Nou, gewoon dat ze lang in leven bleven. Dus. En ik had ook nog eens 3 gigantische schepen achter me aan zitten. Dus niet alleen dat strijdschipje daarin, zodat je echt binnen 1 keer rammen kapot krijgt. Maar gewoon de rest van de schepen. Echt van die gigantische level miljoen schepen, weet je wel? Dat. Oh, dit keer gaat netjes ziek. Nu kan ik echt ziek veel kogels erin poppen. Als het goed is, heb ik hem nu kapot! Kapot! Bom! Bobot! Oké, wat ga ik nu doen? Bereik, oké, bereik. Drie jongens. To the motherland. Ik ga er gewoon hier zo tegenaan. Oh jee. Sterf gewoon. Weet je, ik laat de Jacques hier wel eventjes achter bij wat het is. Oh, kan niet. Ik moet hem eerst kapot maken. Oké. Hey, schip. Fuck jou. Gewoon fuck jou, weet je. Niks bijzonders. Ik heb niks tegen je, maar wel fuck jou. Toch wel. Hij gaat rammen. Wat een aanranding hier dan weer. Vieze, vuile pedofiel. Hier, wat? Die kun je van me kriegen. Fucking Playboy Johan, hè? Kom dan. Voor de mensen die Playboy Johan niet kennen. Ga eventjes naar de Minecraft Hardcore Survival. En dan deel... Weet ik veel. Oh mijn god, slow motion. Gaan we ook kapen. Nu ben ik er al klaar mee. Hier komt niet. Fuck dat hele fort. Ik ga juist het schip hier kapen. Oh wow. Kom hier. Ja. Kom maar hier ook. Ga ervoor. Pak je zware en ga er tegenaan. Dan kan ik ook een keer die money pijlen. Nee, dat doen we de volgende aflevering.
Oké, één gebruiken. Oh, nou, dan gaan we het even iets sneller doen. Hier, jongens, bots. Een beetje die mensen neerknallen hier zo. Zo, ops, oké. Okay. Like it, hoor. Ik heb al 4 maal verslagen. Kunnen we nog iets dichterbij komen? Kan ik op die touwen? Nee, hè? Oké, tjenaval! George! Oh, wat een goed tegen. Dat was een tegenvalletje, Niels? Ja, dat klopt. Wat? Die kun je kriegen. Hier. Yeah. Hop, zat de key. Want ik heb iets geleerd van de vorige Assassin's Creed. Ook meteen een tip als je ook Assassin's Creed gaat spelen. Wacht tot ze aanvallen. Druk op E, spatie. Oh, wacht. Dat ging mis. Oké, val me aan. E. Oh, wacht. Ik kan niet met die grote wapens. Oh, fuck. Ik ben 1 bemanning kwijt. Oh, jee. Het is niet echt aangeraden om te vechten met Hidden Blades. Als je wil winnen, pak je eventjes de 2 zwaarden. Dan ga ik nu ook maar doen, maar dit duurt me te lang. Hier, koop. Hartstikke flutske en hartstikke flutske. Oh, ik moet hem killen. Oké, cool. Kom jij maar zetten die Niels dan. En een beetje de dingen in. Bots. En zo hosselen wij die shit bij MGAD. Bitch. En nu is de vraag, wat zullen we er toch eens mee gaan doen, jongens? Ja, we gaan voor deze. Ik speel toch dat spelletje niet op de mobiel. Want dat kost me veel te veel geheugen. En ik vind het ook niet eens een leuk spel, eigenlijk. Want daar ga ik later nog wel een keertje over renten. Of dat heb ik al gedaan, volgens mij. Maar de volgende aflevering gaan we eventjes hier naar binnen. En dan ga ik ook vertellen hoe ik het in Londen heb gehad. Want dat heb ik niet eens over gehad, jongens. Mensen, vond je deze video leuk? Doe eens een duimpje omhoog. Abonneer, reageer misschien tot de volgende keer. En de volgende keer ga jij misschien wel een arme man redden. En krijg jij misschien later, weet ik veel, een bloemetje opgestuurd of zo. Weet ik wel wat ik ga doen. Mensheid, ajo.